Hier achter ons zien we station Den Bosch. We zijn op dit moment bij het project Sporen in Den Bosch. En er is een grote buitendienststelling op dit moment van 15 dagen aan de gang. En vandaag loop ik mee met de bouwmanager Frans van Dommelen. En dat is in het kader van hergebruik van spoormaterialen. Wat wij hier in Den Bosch doen is sporen over de Diezenbrug bouwen. Maar een van de activiteiten die wij hier doen is om te kijken of we materialen die nog goed zijn kunnen hergebruiken. En dan heb je het vooral over spoorstaven, wissels, dwarsliggers. Dat levert ten eerste levert dat een kostenbesparing op en ten tweede scheelt dat veel CO2-uitstoot, omdat we geen nieuwe materialen nodig hebben. Dit wissel is een hergebruikt wissel. Dat komt uit onze vorige fasering, 500 meter verderop. Dat is toen opzij gelegd, dat hebben we opgeknopt. En dat is door de aannemer hier nu terug. Dus als je nou naar de kleuren van de dwarsliggers ziet, kun je zien, hiernaast ligt toevallig een spoor wat gloednieuw is. Zie je dat die veel helder, dat zijn allemaal nieuwe dwarsliggers. En deze zijn, ik denk dat deze 5, 6 jaar oud zijn, dit wissel. Dit is dus ook geen nieuwe lift, dit is de oude lift. Die stond 25 meter verder tegen de passerelle aan. En die lift hebben we daar afgebroken en die hebben we nu hier neergezet. En je moet je voorstellen dat onder deze lift zit een plunjerbuis van 10 meter voor het contragewicht. Dus dat hele ding is allemaal omgebouwd en hier naartoe verplaatst. Die is helemaal afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd. Dit zijn allemaal passtukjes. Hè? Hier. Ja, kijk, hier komt de wapening eruit, hè? Dat mag dus niet. Dus deze dwarslegger die wordt afgekeurd. Ja, we zijn nu op de zuidkant van Den Bosch. Hier heeft de aannemer een depot aangelegd om materialen die hij wil gaan hergebruiken tijdelijk op te slaan. En na deze buitendienststelling dan heeft hij daar tijd voor om al die dwarsleggers eens te gaan bekijken en spoorstaven te gaan bekijken. Zijn die nou goed genoeg voor hergebruik? Nou, dan gaat hij die ergens opzij leggen en dan gaat hij die in de volgende fase, en dat is april volgend jaar, dan gaat hij een aantal van die materialen hergebruiken.